Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers. Welkom terug bij de Stofjes. Zondagmorgen, jee. Nou, zo jee was jij, Kim, niet. Het ging niet zo heel erg lekker vandaag. Maar goed, waar het dan door komt, ik weet het niet. Ik denk dat ik het wel weet, trouwens. Natuurlijk door het voetballen ben je vier dagen in de week, of door de week ben je bezig op het veld. Het zijn met de meiden, het zijn met de jongens, bij Juliana. Ja, dat is nou al twee weken weggevallen. Dus je doet twee weken lang op de doordeweekse dagen eigenlijk niks meer. Dan zou je zeggen van, nou weet je, dan trek je je loopschoen aan en dan ga je gewoon lekker wandelen. Of lekker hardlopen. Maar ja, dan is het weer te donker. Dan heb je niet zoveel behoefte aan dan. Dus dan is dan toch weer even, ja, toch even iets anders. Nou, we hebben ook weer even een mooie nieuwe koep aangemeten. Dat was ook weer tijd. Dat is weer te lang. Dus hebben we eventjes de scooter gepakt en eventjes eroverheen gegaan. Heel mooi kort. Super. En ik denk dat het ook mee te maken heeft, omdat je natuurlijk dan niet bezig bent door de week. Ja, toch. Oh, sorry. Toch een beetje het. Het Sinterklaas gebeuren, dat je uiteindelijk toch een keer een pepernootje extra pakt of misschien een stukje speculaas, ik weet het niet, een stukje chocola. Het zij zo. Maar dat ga ik dadelijk zien als ik ga wegen of dat zo is. Straks gaan we in de oefenwedstrijd spelen met Juliana tegen Dio. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Na twee weken geen training. Ja. Ik weet het allemaal niet. Gisteren wedstrijd met de meiden afgelast. Vanwege het veld. Niks met corona vanwege het veld. Ik had die leider van de week nog een keer gesproken. Begin van de week. Over de tijd. De tijd was een beetje krapjes. Dan maak ik het hier de tijd na het spelen om dan terug naar de kleedkamer te gaan omkleden en weer weg te gaan. Het kon echt niet anders, maar hij zegt, als het überhaupt wel doorgaat. Want het veld wat we hebben liggen, ze hebben daar geen kunstgras, dus als het een beetje nat is, of te nat is, dan wordt het afgekeurd. Maar ja, dat is waarschijnlijk ook gebeurd, want natuurlijk heeft de hele week een beetje geregend. Een beetje nat geweest. Dus ja, ik zag het eigenlijk wel een beetje aankomen dat het deze keer niet goed door corona was, alles wel door de veldomstandigheden. Dus dat. Nou, vanmiddag dan een oefenwedstrijdje thuis. Of thuis bij Juliana. Kunstgras. Kan altijd doorgaan. En gelukkig geen melding dat er bij de tegenstander of misschien bij ons iets van corona is. Dus we kunnen lekker trainen of lekker voetballen. Ook natuurlijk met de bepaalde restricties. De kantine blijft dicht. Tenminste voor extra bezoek. Er mag niemand extra op het sportveld zijn. Dan is het eigenlijk omkleden, de wedstrijd spelen. En dan zien we wat we daarna doen. Volgens mij mag het voor de thuisspelende club, mag de kantine wel nog heel even open blijven. Maar goed, geen code, dus ik mag niet naar binnen. Maar goed, daar kies ik voor, dus het maakt niet uit. Ik weet het, dus accepteer het ook. Nou, voor de rest van vandaag, natuurlijk vanavond mag ze stappen. Gaan we even kijken. Ik ben benieuwd. Gisteren zinderende kwalificatie gekeken. Wat verdorie zeg, waar was je toch eens snel bezig, maar ja. Net de laatste muurtje. Wat verdorie, want dat met die hozen weg. Bah. Maar goed, we zien het vanmiddag wel. Dus ik hoop dat je er het beste van kan maken en dat hij het eindelijk eens een keer binnen sleept. Want, maar goed, we hebben dat nog één wedstrijd te rijden natuurlijk. In Abu Dhabi. Dus ook daar kan nog kan van alles gaan als het vandaag niet mocht lukken. Dus, ik zou in ieder geval zeggen, helemaal top. En voor degenen die deze video's kijken, in ieder geval bedankt tot zover. Steeds, ik vind het steeds leuk om te doen.
Oké, sommigen zijn dan niet heel spontaan vandaag, wat je weer een beetje vlotter. Maar goed, zo is het. De boel kan altijd, niet altijd gespannen zijn. Ik doe het gewoon zoals ik het doe. En dat vind ik leuk. En daar, dan hoop ik dat, dat jullie dat ook wel leuk vinden. En goed, ik zou in ieder geval zeggen, voor zover het nu kan, alvast een blauw duimpje omhoog voor vandaag. Sowieso voor alles wat er komen gaat in de sport vandaag, wat er gebeuren gaat in de sport. Er is genoeg te doen, ook Nederlands technisch gezien. Dus we laten het helemaal top. Nou, vind je deze video's leuk? Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op het kanaal. Dan komt het helemaal goed. Dan zie ik jullie volgende week zondag weer terug. En dan, dan kijken we wat er dan in de mensen gebeurd is. En zowel met mijn gewicht als met bijvoorbeeld Max. Of dat ik gered heb, ja, nee. Dus ik zie jullie dan de volgende week weer. Ik zou zeggen, ciao.